VVD, CDA, SP en D66 vormen de komende 4 jaar het dagelijks bestuur van Zuid-Holland. Vandaag presenteren de 4 partijen het coalitieakkoord. Speerpunten zijn optimale verdeling van de ruimte, goede wegen en openbaar vervoer en ruimte voor woningbouw, natuur en recreatie. Er moet wel 30 miljoen euro per jaar bezuinigd worden. Het is nog niet zeker dat parkeren in het centrum van Rotterdam duurder wordt. Meerdere partijen willen eerst nog andere mogelijkheden bekijken voordat de tarieven verhoogd worden. Door tegenvallende opbrengsten in vooral de parkeergarages dreigt er in 2015 een tekort van 15 miljoen te ontstaan. PvdA en Leefbaar Rotterdam hebben kritiek en vragen zich af waar de verschillen in ramingen en daadwerkelijke opbrengsten vandaan komen. Er komen volgend jaar 24 cruiseschepen van de Holland-Amerika-lijn naar Rotterdam. En dat zijn er 5 meer dan dit jaar. Elk cruiseschip dat aanmeert levert de stad ongeveer 500.000 euro op. Onder meer aan uitgaven die de toeristen in de stad doen. Ja, vandaag opnieuw een zomers aandoende dag met veel zonneschijn. Vanmiddag geleidelijk aan vorming van een paar stapelwolken. En het is niet helemaal uitgesloten dat één zo'n stapelwolk uitgroeit tot een bui. Temperaturen komen uit op ongeveer 24 graden.